Jolanda Zomer. Ja. Hallo. Hallo. Ik zeg al een beetje kleur in de studio. Het is heel lang geleden dat we elkaar hebben gezien. Ah joh, jij wordt echt oud, jij gaat vergeten. Ja, dankjewel. Vaders. Ja, jij zegt inderdaad tijdens rondom het wereldkampioenschap ben je nog geweest. Ja, want toen had ik zo'n oranje, lekker leuk oranje hoed op. Heb ja, ik, nog nou, dankzij Ellen. Ja, klopt. Ja. Ik dacht van dat is al langere tijd geleden. Ja, die heb ik nog zelfs lekker op mijn hives en zo geplaatst. Hebben dus, we toen niet gezoend? Ik denk het niet. Zoenen wij wel een keer niet? Ja, denk het dan wel, ja. Want anders zou ik het nog weten, toch? Pas op, hè. Jolanda, hoe is het met je meid? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, het liedje sowieso gaat, mijn nieuwe single gaat als een speer. Mm-hmm. Ja, ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen tijd. Ja, nou, daar gaan we het over hebben. Want ik heb net wat gezien wat niet al te veel Nederlanders hebben. Dat is een hele mooie, ja, mag ik dat zeggen, munt. Hoe moet ik het dan noemen? Ja, want het is een Commander's Coin. Dus het is eigenlijk vrij vertaald een munt, inderdaad. Ja, vertel eens even. Waarvoor heb je die gekregen? Ja, ik ben uitgenodigd door Defensie om een tweetal optredens te verzorgen in Afghanistan. Daar er nog steeds militaire troepen zitten. En, waarom trouwens? Waarom is de keuze op jou gevallen? Niet alleen op mij. We zijn met een aantal mensen van BME Bookings zijn we daar naartoe gegaan. En om daar gewoon een heel leuk programma in elkaar te zetten. Voor de mensen die daar nog steeds alles aan het opruimen zijn. Want ja, dat weten misschien heel veel mensen nog niet. Er zitten dus nog steeds Hollanders. Mm-hmm. En het gaat allemaal iets langer duren dan verwacht. Want ja, ze zijn daar nog steeds de boel aan het opruimen. Er moet materieel versleept worden. Dus de Nederlander zelf is daar niet meer in het veld, zeg maar. Hè. Nee. Er wordt door de Nederlander niet meer gevochten. Maar het is natuurlijk nog wel steeds oorlogsgebied. En ja, zoals de Amerikanen en de Australiërs. Want ja, er zit van alles. Mensen uit Singapore. Die zijn dus nog wel steeds En toen werd je gevraagd. En heb je meteen ja gezegd? Of zei je van, ik moet er even over nadenken? Nee, linea recta zei ik. Nee, ik voelde die adrenaline alweer stromen. Ja. Ik denk van, ja, geweldig. Maar goed, even terug to the point. Je bent dus achter de tent geweest, in de tent en in die keten, een hele mikmak. En daar heb je het optreden gedaan voor één keer of meerdere keer? We hebben in Kandahar hebben we een optreden gedaan. En we hebben in TK, in Tarinkaut, hebben we een optreden gedaan. In Tarinkaut was het heel internationaal. Dus ik heb natuurlijk een heel breed Hollandstalig programma. Maar om daar natuurlijk ook een beetje de mensen, inderdaad de Amerikanen en dergelijke, tegemoet te komen. En ik heb redelijk veel familie wonen in Australië. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Dus ik heb eigenlijk van meet af aan alles gewoon geprobeerd in het Engels te presenteren. Maar en dat is leuk natuurlijk. Want dan betrek je de mensen. Ik denk dat die mannen alles prima vonden wat Jolanda zat te zingen. Maar die jongens die zitten 3,5 jaar zonder vrouw daar. Dus alles wat ze zingt, het maakt niet uit, hoor. Ja, maar dit is toch. Ja. Oké, maar je moet je voorstellen, en dat is echt waar, dat je komt dus in een programma te staan van 7 tot 10 uur. Mm-hmm. Om 7 uur staat dus het gewoon bomvol van de mensen. Van 7 tot 10 gewoon feest. Ja. Kippenvel, meezingen, dansen en dat allemaal zonder alcohol. Echt waar, echt, ik heb met kippenvel dus gestaan. Ja. Echt waar. Nou, en ik heb dan zeg maar voor de Amerikanen bijvoorbeeld heb ik Que Sera gezongen. Ja, dat kan iedereen meezingen. Dat is een soort Costa del Sol. Mm-hmm. Voor de Nederlanders. Leuk. Maar ja, iedereen doet dat gewoon mee, weet je wel. Dat is is geweldig. En kregen al deze 9 personen kregen dus die coins? Juist. Omdat wij eigenlijk voor een internationaal gebeuren. En iedereen was eenstemmig, weet je wel. Ja. Het was niet meer van zo, ja, dat zijn de Amerikanen, dat zijn de Aussies. En nee, oké. Okay. Geweldig. Een ervaring om nooit te vergeten. Kippenvel. Absoluut. Jolanda Zomer, jouw tijd gaat nu in. Het is zomer met 1 O, hè? Het is zomer met 2 O's. Toch met 2? Met 2 O's. Oké, en met een Z? Dit is met een Z en met dubbel O en een S. Zomer? Ik heb het niet verzonnen, hoor. Zomers? Nee, zonder S. 1 Z, 2 O's. Ik ben al af. Graag allemaal het hele. Je hoorde het niet even. Nee, dit is gewoon niet leuk. Ik heb zeker het laatste
tot nu toe. Nou, weet je wel? Nee. Nou, ik zou zeggen, trek jou vast uit. hier hebben we de cameraman, dat is Terry West. Die heeft alles opgenomen. Dus als jij niet gelooft dat jij nee hebt gezegd, want ze zei het heel duidelijk, Ellen, hè? Ja, klopt. Vanaf dinsdag, woensdag even op de site van Continu of anders op wimdrent.nl kijken. Daar staat het op. Ja. En dan kun je nog even teruglachen, want... Ik ga dit oefenen. Ik ga dit thuis oefenen. De allereerste keer dat we hier weer zijn, okay, dan gaan wij weer dit spelletje spelen. Oké, en dan moet je langer volhouden dan... Dan? 16.08. Nou. 16.08. Het is bijna 20 seconden, maar helaas. Ja, wel. Ja. Weer in de wolken. Hier is Jolanda Zomer. Jij en ik, het klikte in een ogenblik. Iedere keer dacht ik weer, dat komt nooit meer. Maar dan sta jij voor mijn deur, zo ineens van de partij. Een gevoel als een orkaan stijgt op in mij. Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door jou ben ik opeens weer in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Dans met mij, als er nog iets over is. Kom dichterbij, want ik heb jou zo gemist. Ik zweef weg als in een droom, en ik laat me even gaan. Geef me over aan de sterren. Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door jou ben ik opeens weer in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Liefste, laat oude tijden herleven. Mijn oortjes doen het niet. Liefste, kus me en hou me goed vast. Ja, daar gaat ie! Ik ben helemaal weer in de wolken. Alleen een kus en alles staat in vuur en vlam. Door jou ben ik opeens weer in de wolken. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Alleen jij drijft mij tot waanzin elke nacht. Ja, ik heb eventjes voor de luisteraars thuis even de koptelefoon geleend van onze grote vriend...